Nicolai wordt gebracht. En is er een breuk ontstaan in het peloton? Ja, maar ik denk dat het binnen de 3-kilometer regel was. Contador is ook mee. Daar kletst een fles weg, een petfles. Nog een lange halen is dat Dumoulin. Maar oppassen, want die brengt op die manier Sagan mee. En op die manier is ook het werkstukje van de Omega Pharma Quickstep in gevaar. En dreigt de Cavendish wat te ver te zitten. Ze zijn hier nog met een goede 30. We krijgen dus een bijzonder gereduceerde sprint. Dan zien we Trentino voorkomen. Steegmans met Cavendish toch nog altijd aan het wiel. Daar is het trummen om die bocht in te gaan. Die bocht wordt natuurlijk scherp aangesneden. Kittel nu zoeken naar Trentin. Steegmans brengt Cavendish. Cavendish lonkend, plat over zijn stuur. En dan loskomen op een goede 200 meter van de streep. Cavendish nu diep over het stuur gebogen. Kittel aan het wiel. Nu gaan we zien wie het haalt. Is het de Brit of is het toch de Duitse die hem gaat remonteren? Kittel komt ijzersterk en Kittel gaat andermaal winnen. En Cavendish tweede of is het op Cavendish? Niemand steekt de handen op. Niemand steekt de handen op. Dus moeten we weer wat veiligheid inbouwen.